Hij pakt de bal. Hij van Boekel. Het is op 3 april tamelijk winters. Het is de verjaardag van de Let. Robert Oldrikis, de spits van Cambuur. Daar Schouten er weer bij is. Bos, de doelman, nog altijd ter vervanging van Stevens. Bangura, Schouten, McIntosh, Schmid. Jacobs, Hoedemakers, Paulussen, dat is middenveld en de achterhoek. Dit zijn de mannen voorin. Kalon en Joosten en daartussen dus Oldrikis. Dit is Dennis Haar. De man die het voor het grootste gedeelte intact mag houden. Schouten zei, moet houden, maar het gaat erom. Het heilige vuur moet weer een beetje opgestookt worden. Er moeten wat puntjes op de i gezet worden. Bronkhorst voor het eerst een basisplaats voor hem. De man die kwam van, inderdaad, Telstar. Kan nu eindelijk vanaf de start eens meedoen, omdat Bart van Rooij niet fit is. Okita en Tafsan. Tafsan, man van midweeks de Zwitserse avonturen die hij zich wel lang zal herinneren. Dit zou wat ruimte kunnen zijn voor Bronkhorst. Moet even wachten, omdat Tafsan daar wegleed. Moest het naar de andere optie. Naar Metsen. Wegdraaien is van Schöne. NEC hier met grote Rodrigo Goed. Een van de mannen die centraal achterin speelt. Tafsan. Bronkhorst kan de stilliggende bal oppikken. Naar de achterlijn transporteren en een aardig voorgeven. Daar wordt er geknoeid en dan kan NEC zomaar binnen knallen. Het is een voorzet van Bronkhorst die eigenlijk verdedigd moet worden. Maar Okita kan profiteren. Omdat ze een karambol tegen elkaar aan hebben daar. Achterin bij Cambuur. NEC haalt de punten. Meest buitenshuis. En zet hier heel vroeg in de wedstrijd een goede stap in die richting. Bronkhorst. Zo, bij Okita. Opmerkelijk hoe en Tafsan en Okita tegen de meerderheid, zij zijn de minderheid, regelmatig aan de bal komen en gevaarlijk kunnen zijn. Kalon. Wordt dit wat voor de eerste keer vandaag? Paulussen, voor de eerste keer dan voor Cambuur. Nou, Schmid. Schmid. Levert dit wat op? Ja, dat zou zomaar kunnen. Sterker nog, het is 1-1. Paulussen maakt het af. Goeie aanval van Cambuur dat snel binnen 8 minuten de schade repareert. De actie van Paulussen die daar keurig helemaal vrij staat, krijgt hem mooi aangespeeld van Joosten. Paulussen. Oldrikis. Geen boeren bij Cambuur. Kalon. Paulussen. En Joosten. Schot van richting veranderd. Bruin die daar zich voor gooit. Kalon. Rodrikis. Kalon doorgelopen. Kalon, verre hoek. Was doorzien door Brandenhorst. Jacobs was de man van het tussenstation. Brandenhorst kon ingrijpen. Lekkere bal ook, zo half hoog. Ga zo door, heren. Wij vervelen ons niet. Schöne. Kalon. Metsel ligt op de grond, geblesseerd. Gaat hier aan deze kant verder met Joosten. Zo Metsel min of meer overeind krabbelt. Probeert hier Cambuur op 2-1 te komen, wat bijna lukt via Oldrikis. Voorzet van Schmid. Bij de tweede paal. Net even te ruim bemeten. Marquez met Oldrikis. Bronkhorst.
Schöne. Van de bal afgesodemieterd door Calon. Had hij totaal niet opgerekend. Paulus, Calon, Bangura, dat ziet er aardig uit. Dat is alweer ook van even geleden. Een aanval die tot ver voert over 3-4 schijf. Ze waren toch echt van beide kanten een beetje aan de rommel. Mooi strakke bal. Calon is snel. Calon is van zijn tegenstander verlost en geeft die bal voor. Die blijft hangen. Appel voor Hens. Nog een keer appel voor Hens. De VAR is er weer. Daar waar Jacobs de bal niet vol raakt, is het maar de vraag in hoeverre de tegenstander dan. Ja, tegen Marquez. Maar die heeft de bal daar op een plaats waar hij geen andere kant uit kan. Dus het lijkt mij dat dit allemaal gewoon doorgaat. Schmid. Dit mag. Dit mag vooralsnog. En dan is NEC in overtal. Is dat zo? Ja. Okita zou kunnen schieten. Maar dan wordt die bal van richting veranderd. En dan gaat hij bijna binnen. Bos moest daar ingrijpen. Iedereen boos op Van Boekel. Dit niet door Van Boekel wordt afgefloten. Daar zou de VAR eventueel bij Kevin wel naar gekeken hebben, denk ik. Mooi moment voor Milan Schmid. Hij vervangt de jarige Oldrikus. Schmid. Ja, dat kan. Joosten. Dat kan ook. En dan moet hij nog even binnengetikt worden door de debutant. En die was daar dichtbij. Maar hij ook. Zou er zijn geweest. Schmid, goed balletje ertussendoor. Joosten en dan Milan Schmid tegen Branderhorst op. Het hakje. Zou wat totaal niet passend bij een wedstrijd als deze en bij een debutant. Maar hij zal hem er toch maar in poederpeloeren, zeg. Bronckhorst. Uiteindelijk via Goed de bal over. Dat is de derde keer dat Schmid in stelling wordt gebracht. Nu door Breij. Hij weet in ieder geval wel waar hij moet wezen. Bronckhorst. Bal is lang onderweg. Niet onaardig. En door Schmid bijna in eigen doel gekomen. Ja, tweede keer dat Bos zich moet strekken in deze merkwaardige, rommelige tweede helft. Ja, ruimte. Okita. Bal daar ook goed neergelegd. Vet, die kijkt maar één kant uit. Dit is misschien beter, Vet. Ha, ha. Hij keek naar links en keek naar links en ineens schiet hij hem in de kruising. Javier Vet met zijn tweede van het seizoen. En wat voor een. Letterlijk eentje die volledig uit de lucht komt van. En dan moet de thuisploeg dus weer. Dat moest ook heel vroeg in deze wedstrijd. Weer een achterstand wegwerken. Tafsan met zijn momentje. Dat is geen vrolijk begin voor Dennis Haar. Op deze manier. Schmid. De ruimte voor Sambisa. Te gehaast. Als hij wist hoeveel tijd hij had. Dan is het nog maar 5 minuten plus extra tijd.
En als Schmid dan in de fout gaat, kan Okita hier wellicht van profiteren als hij oog heeft voor. Hij wordt aangetikt. Van Boekel geeft een soort van voordeel. Ja, is dat het ook? Uiteindelijk. Nou, slecht ingooi zeg. Maar dat mag. Van Boekel ziet het door de vingers. Maar de voorzet komt niet bij een medespeler voor Cambuur. Dodema. Makkelijk van de bal gespeeld. Door Doelend. Door Verdonk. Akman als hij hem meegeeft. En dat doet hij. Dan kan NEC nog een derde bijmaken. Vet glijdt weg. En loopt zich dan vast. En herstelt het zelf. Kans is wel weg. Maar NEC heeft de bal. Vinden ze ook wel belangrijk. En voordeel gegeven door Van Boekel. Nog 1 minuut. Tafsan heeft de bal. Tafsan heeft de bal. En haalt daar slim een ingooi uit. Ik weet niet of het Cambuur nog wat geholpen zou hebben. Maar ik vind 4 minuten erbij in dit geval. Wat er allemaal gebeurde. En wat er aan wissels plaats heeft gevonden. Erg magertjes. Marquez. Ja, en voor de 14e keer op rij in een uitwedstrijd gescoord. Het zijn mooie tijden wat betreft uitwedstrijden voor NEC. Nu thuis nog verbeteren. Het is vaak minder problematisch om het spel aan de tegenstander te laten en dan zelf toe te slaan. En dat lukt NEC vandaag weer. Nogmaals. Het is wat vroeg met die affluit, maar hoeveel minuten er ook nog bijgekomen waren. Je kunt je vraagtekens erbij plaatsen of Cambuur daar nog wat aan gehad. We hebben geen best begin voor Dennis Haar. En een rommelige wedstrijd